I would like to invite the riders to step in the blue boat. Bradley Smith, Sandro Cathese, Van der Mark, Corti, Tomizawa, Barbera. Ibema. Nergens op. Ik zeg wel eens van coureurs dat het ongeleide projectielen zijn, maar dat geldt in kwadraat voor journalisten. Sorry. De mannen waren ontzettend gebrand op de winst. Ze hadden al zoiets van we gaan voor pole position. Dat zijn ze niet anders gewend. En ze wilden het wit-zwart als eerste zien, ja. Hey, als ik naar jouw bovenarmen kijk, dacht ik van er wordt helemaal niks. Nee, maar het is maar hoe je het doet. Hey, gespierdspijker. Ging goed, hè? Ja, niet verkeerd. Maar ja, het draait natuurlijk om dit weekend en niet om deze race. Maar ja, toch leuk dat de eerste overwinning binnen is. Ja, dat kan je zeggen. Ja, daar heb je op gelijk in. Maar het is ook wel leuk om te doen, toch? Ja, zeker. Ja, leuke ontspanning. Samen met een paar rijders in de boot. Ja, je merkt toch wel weer dat gelijk de drang om te winnen daar is. En ook om samen te werken, om samen te winnen. En ja, dat is wel leuk, gezellig. Ja, teamwork was bij ons wel lastig. Want de voorste twee gingen wel gelijk en dan... Ik zat erachter, ging wel lastig in. Die achter mij zat helemaal niet op te letten, dus het was af en toe wel lachen. Dit is eigenlijk een beetje de afsluiting voor dit weekend van Media Aandacht. En daarna doe ik eigenlijk de klep van het vizier dicht en gaan we ons richten op het racen. Want dat is waar ik eigenlijk hiervoor kom. En dat wil ik zo goed mogelijk doen. Ja, ik wil zeker voor de top 20 gaan. Afgelopen weekend de Silverstone zat er dik in, maar de laatste ronde ging ik er bijna af. En ja, toen was ik 20ste plaats kwijt. En Assen, ja, de baan ken ik goed en ik ga hier voor de top 20.